kijkers, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan wij wat heel leuks doen. Want ik heb wat leuks om te laten zien. En wat ik erover denk wat er gaat gebeuren in seizoen 4. Jullie gaan mijn beelden zien. Ik heb in deze video super veel tijd ingestoken. Dus ik hoop dat jullie lekker gaan liken, abonneren. En dan gaan we nu beginnen met de video. Dat er eigenlijk echt heel veel is met de... Ja, met Jurassic Park. Omdat er zijn een paar dingen die ik heb gezien op Reddit. Die me echt hebben aangesproken, zeg maar, van... Dan moet het wel eigenlijk iets te maken hebben met Jurassic Park. Nou, je hebt... ik denk serieus dat het echt iets te maken heeft met Jurassic Park. Want je hebt natuurlijk de filmsets. Die green screens en zo in Weling. In Weling... Nee, ik bedoel in Moisty Mire heb je ook een green screen set en zo wat nieuw is gemaakt in het begin van seizoen 4. En ja, dan heb je ook nog de voetafdruk van de dinosaurus. En ja, die zie je nu ook in beeld. En die voetafdruk is ergens gevonden bij een huis. En het kan niet anders dan een voetafdruk van een dinosaurus. Zo groot of zo. En dan heb je ook nog de bunker, die nieuw is toegevoegd met de Season 4 wekelijkse map updates. En dat is de bunker waar ze zich verborgen hielden. Kan ook, hè? Dat lijkt er ook wel heel erg op. En ook een Moisty Mire bij die filmsets. Lijkt die helikopter... Die kapotte helikopter lijkt op de gecrashte helikopter van Jurassic Park. Dat zijn een paar dingen. En dan denk ik echt zo van... Dit kan niet anders zijn. Dit moet gewoon Jurassic Park zijn. Laat in de comments achter wat jullie vinden. Wat denken jullie hiervan? Laat een like achter als je deze video leuk vond. Abonneer ook als je deze video leuk vond. En ja, ik... zal mijn Twitch-link en mijn Discord-link weer in de beschrijving zetten. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!